De consument heeft nog altijd moeite met het interpreteren van houdbaarheidsdata. Ik gooi ook echt wel eens wat weg wat misschien nog wel goed is. Ja? Ja. Het RIVM wil een belasting gaan heffen op dierlijke producten, zoals melk en vlees, om de uitstoot van CO2-gassen terug te dringen. Dat klinkt mooi. Als dat echt zo is, dan ben ik daar heel tevreden over. En het inburgerproces van migranten met een niet-westerse komaf. Hoe haalbaar is dit allemaal? Ook de politiek, ja, de politiek, die moet daarvoor zorgen. Welkom bij aflevering 37 van Wat zegt het volk? Here we go! Straks hebben we het dus over obstakels waar migranten tegenaan lopen bij het inburgeren in Nederland en vragen in onze poll of men het voorstel op het RIVM ziet zitten om een belasting op te heffen op dierlijke producten. Maar we beginnen met het houdbaarheidsdatum op etenswaren, want daar blijken vaak nog niet genoeg over te weten. Consumenten hebben moeite met het juist interpreteren van houdbaarheidsdata op verpakkingen van etenswaren. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zou met een betere uitleg over de houdbaarheidsdata van producten ook na opening van de verpakking voedselverspilling kunnen worden voorkomen. Voor de gemiddelde consument zal onder meer het verschil tussen THT, tenminste houdbaar tot, en TGT, te gebruiken tot, onvoldoende duidelijk zijn. Ook gooien veel mensen producten direct weg als de THT-datum is bereikt. Betekent dit dat je het na deze datum niet meer kunt drinken? Nee, dat hoeft niet. Producten met een THT-datum kunnen meestal nog worden gegeten of gedronken na het verstrijken van de datum. Al kan de kwaliteit na die tijd wel minder worden. Op vlees zie je een TGT-datum staan. Dat is de laatste dag waarop je het product nog veilig kunt eten. Hierna kunnen er ziekmakende bacteriën uitgegroeid zijn die je niet ziet, ruikt en proeft. Fabrikanten gebruiken de THT-datum vaak om hun garantietermijn te beperken. Dat is ook niet onverstandig, want zo kun je je bedrijf en service managen. Zo kun je fabrikant na verloop van die datum niet meer verantwoordelijk stellen voor de kwaliteit. Er is een verschil in dat je tot wanneer je echt de uiterste houdbaar, daarna moet je het niet meer eten bij vlees en zo. Ja. En dan is er nog een andere die... Heel goed denken. Door nadenken. Ik ga goed, hè? Ja, je gaat goed. Ja. Wanneer besluiten jullie om het eten weg te gooien? Als het van de datum af is? Dan is die van de datum af, ja. Oké. Okay. Ja. Als het bijvoorbeeld vlees is, zoals kip of zo, dan gooi ik het eten weg als het bijvoorbeeld... baking soda is, want... baking soda? Baking soda, je weet wel dat witte ding dat je doet in je cakes en zo. Ja. Yeah. Er staat op die verpakking staat altijd dat je na 30 dagen moet weggooien, maar dat hoeft helemaal niet. Het ding is gewoon tot heel lang goed. Die andere, die heet best before. Dus het beste voor die datum, maar daarna kun je hem nog wel eten. Ja, ja, we hebben... En dan moet je proeven en ruiken. Goed, hè? Heel goed, ja. Hou ik me niet zo mee bezig. Nee? Nee. Omdat je ruikt zelf wel of het nog goed is. Of je ruikt je gevoel naar. TGT. Geen ten gevolge van, maar dat zou je niet bedoelen. Nee, dat bedoel ik niet. Het heeft met eten te maken. Geen idee. Soms dan ga ik echt wel kijken van is het nog goed of niet. Dus dat doe ik ook een beetje op mijn boerenverstand. Ja. Nee, maar als je proeft dat het niet meer goed smaakt of dat het... maar in principe kijk ik niet naar de houdbaarheidsdatum. Nee, weet je ook wat het verschil betekent te gebruiken tot en tenminste houdbaar tot? Nee. TGT heb ik nog nooit van gehoord. Nee. THT wel? Ja, dat wel. Ja. Nee, bij melk bijvoorbeeld, als die er overheen is, dan kook ik hem altijd. Want dan zie je heel snel of het, als het gaat schiften, is het gewoon niet meer goed. Maar om heel eerlijk te zijn, gebruiken wij het wel langer dan op de pakking staat. Maar dit klinkt nou wel allemaal heel politiek correct hoor. Ik gooi ook echt wel eens wat weg wat misschien nog wel goed is. Ja? Ja. Wat dan bijvoorbeeld? Nou, ja, weet je, als je weggaat of je hebt te veel gekocht of weet je, je staat in de winkel, je koopt eten en je komt thuis en je denkt, oh shit, ik had nog. Hmm. Gebeurt gewoon natuurlijk. Ja. Ja. Om te zien of jullie een beetje op de hoogte zijn van de feitjes en fabels over de houdbaarheidsdatum, leg ik 3 stellingen voor die waar of niet waar zijn. Weet jij het goede antwoord? Blikgroenten kun je jaren na de houdbaarheidsdatum nog eten. Nou, dat denk ik niet. Of het gaat vanzelf ontploffen, denk ik. Ja. Waar of niet waar? Ja, volgens mij wel. Waar? Ik weet niet waarom, maar ik zeg waar. Waar. Goed zo. Waarom? Het zit een blik. Ja, ja, goed. Vraag 2. Op vers brood hoeft volgens de wet geen houdbaarheidsdatum te staan. Vers brood? Ja. Nee, volgens mij niet, nee. Waar? Volgens de wet. Ik zou het denk ik toch wel doen.
Het zou kunnen. Als er schimmel op komt, is die niet meer eetbaar. Maar moet er volgens de wet een datum op? Ik vermoed van niet. Een versbrood? Ja. Dan denk ik, nee, niet waar. Of ja waar dus. Ja, inderdaad. Ja. Nou, er zit wel logica in op zich. Wat je zegt, ze zeggen vers. Ja. Ja, maar als het gewoon normaal, dan denk ik wel van, ja, staat dat er wel? Staat dat er op? Ja, volgens mij wel. What the fuck? Het is in ieder geval waar, want je kunt aan de hand, je kunt zelf naar brood kijken of dat het nog goed is, ja of nee. Vraag 3, als vlees nog goed ruikt, kun je het dan nog eten? Het zou kunnen, iedereen denkt anders over, maar ik zou het niet doen. Waar of niet waar? Nee, dat is niet waar. Dan moet je echt naar de houdbaarheidsdatum kijken. Kun je wel een beetje nagaan dat iets niet goed meer is, toch? Nee, vlees is wat dat betreft onvoorspelbaarder. Zeker met alle bacteriologische hormonale behandelingen die ze erop loslaten, weet je eigenlijk nooit precies wat of hoe kan. Ja. Nou, ik zeg niet waar. Ik zou ook kijken naar de kleur. Ja. Kun je kijken naar de kleur? Ja, nou, ik zou niet snel aan eten gaan, maar bijvoorbeeld aan vlees gaan ruiken, weet je wel. Oh, ik denk van dat yoghurt vind ik met het wat dan wel helemaal bruin. Of ja, donker. Ja. Maar dat is wel. Goed. Yeah. Goed zo, dames. Jullie zijn geslagen. Altijd op de hoogte van de leukste activiteiten in Nijmegen? Like ons op Facebook via facebook.com/bezoeknijmegen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu schreef deze week in een rapport dat als Nederland zijn klimaatdoelstelling wil halen, dat we minder dierlijke producten zouden moeten eten. Als voorbeeld van een maatregel om de vleesconsumptie terug te dringen, suggereerde het RIVM vlees duurder te maken via een extra belasting. De voorgestelde maatregel zal misschien niet iedereen bevallen. Toch zou het niet verkeerd zijn om je iets meer in te houden in je vleesconsumptie. De vleesindustrie is tenslotte verantwoordelijk voor evenveel uitstoot van broeikasgassen als alle auto's, vliegtuigen, treinen, boten, noem maar op, allemaal bij elkaar gegooid. Wanneer iedereen stopt met vlees eten, heeft dat zelfs meer invloed op het klimaat dan wanneer iedereen stopt met autorijden. Okay, dat is één reden waarom veeteelt zo vervuilend is, broeikasgassen. Het tweede probleem is water. Als ik 's ochtends douche, verbruik ik ongeveer 50 liter water. Verder trek ik ongeveer 4 à 5 keer per dag de wc door, TMI. En met wassen, koken, tanden poetsen en ijsblokjes maken om tegen die kutduif op mijn balkon aan te gooien, kom ik ongeveer uit op 120 liter water per dag. Maar voor de biefstuk die ik 's avonds eet, wordt 3000 liter water gebruikt. 3000 liter voor één biefstuk. Wat hebben die koeien voor leven? Wat is dat? Nee, ik denk niet dit. Het kost gewoon belachelijk veel water om al het voer te produceren dat een koe eet. Per kilo rundvlees 15.000 liter, gemiddeld. Dat is echt waar. Genoeg reden dus om beter te letten op de hoeveelheid vlees die we eten. Op Twitter vroegen we jullie al of jullie het idee van het RIVM om belasting te heffen op vlees goed vinden. Niet geheel onverwacht ziet een meerderheid dit niet zitten. We houden van vlees. Ook op straat legden we deze stelling voor. De reacties waren als volgt. Houden jullie van vlees? Ja, ik hou wel van vlees, ja. Houdt u van vlees? Ja, dat is wel een stukje vlees, ja. Nou, af en toe. Hey, eet u vlees? Oké, jazeker. Dat is heerlijk. En bent u ook op de hoogte van het klopt natuurlijk, van dat het ook een slechte invloed heeft op het klimaat van ja, de CO2-uitstoot? 15%. 14, echt gewoon, 15. De cijfers heeft u er zelfs bij. Ja. Er zijn een voorstel om extra belasting te gaan heffen. Dus vlees wordt duurder, zodat het beter is voor het milieu en mensen kopen het minder. Goed idee? Ja, vind ik een goede maatregel. Ja, ik ben bereid om meer te betalen. Ja, ik heb wel iets op tv van gezien, ja. Dus wat vindt u van het idee? Goed idee? Ja, ik vind het wel een goed idee, ja. Dat klinkt mooi. Als dat echt zo is, dan ben ik daar heel tevreden over. Ja, ik ook. En jij als vleeseter? Ik heb er niet echt problemen mee of zo, want ik eet toch al best wel vaak vegetarisch ook, omdat zij al bij vegetarisch eten. Wat vindt u van de prijs nu in de winkel daarvan? Is het een beetje oké geprijsd? Te goedkoop eigenlijk. Te goedkoop? Vind ik eigenlijk wel, omdat ik dan weet wat erachter zit. Want hoe belangrijk is klimaatverandering bijvoorbeeld voor u? Want dit gaat dan concreet om het terugdringen van CO2. Ik vind het heel belangrijk. Heel erg belangrijk. Als het beter is voor het milieu, dan vind ik het wel oké. Okay. Maar wij thuis eten sowieso alleen maar biologisch vlees en zo. Dus dat mag wel iets meer gestimuleerd worden. Ik ben door mijn ouders opgevoed altijd met biologisch vlees. En dat wil ik ook doen zodra ik meer geld heb. Voor business is goed, maar voor de mensen is het goed. Ja. Niet, ik denk beter aan de reststrategie. Nou, mij hoeft er geen belasting over. Nee. Waarom niet? Nee, dan wordt alles weer duurder.
Concluderend, dit waren de voorstanders. Ja, belangrijk. Het klimaat is natuurlijk heel erg belangrijk. Hè. Ja, duurder. En dat betekent dus een alternatief. Ik vind dat de overheid er zeker mee bemoeien en ik kies voor A. Ik zou zeggen ja, want klimaat is wel belangrijk. Ja, klimaat is belangrijk. Nou ja. Klimaat is belangrijk. Klimaat is belangrijk. Ja, ik ook. Klimaat is belangrijk. Ja, klimaat is wel belangrijk. En dit waren de tegenstanders. Zoek liever een alternatief? Ja, zoek liever een alternatief, ja. Ja. Nou, ik zoek toch liever zelf een alternatief dan. En dan als ik het goed heb, gaat u voor optie? 2. Verantwoording nemen, hè? Ja, dus dan kies ik voor u optie B. Is dat een deal? Dan bepaalt u zelf wat u eet. Ja. Maar we zoeken wel een alternatief voor die prijs. Ja, dat is goed. Met de resultaten van onze poll op Twitter en de reacties op straat samengevoegd, is dit de uitslag van onze poll over een eventuele belasting op dierlijke producten. Deel je mening over het nieuws ook op Facebook via facebook.com/altijdn1 en op Twitter via @altijdn1. Immigranten die naar Nederland komen moeten verplicht een inburgeringscursus volgen. Waarschijnlijk zijn de meesten het daar wel over eens, maar toch is dat wel makkelijker gezegd dan gedaan. In Nederland geldt de wet dat mensen het zelf het initiatief moeten nemen om zo'n cursus te volgen en uiteindelijk aan een examen deel te nemen. In de praktijk is dat eigenlijk al vrij lastig, omdat de meeste websites die hier een mogelijkheid toebieden in Nederland zijn. En die taal beheerst men op dat moment nog niet. Daarnaast blijkt het inburgeringsexamen ook veel onmogelijke en niet relevante vragen te bevatten die zelfs autochtone Nederlanders nog vrij lastig vinden. Vorige week werd er in het VPRO-programma Zondag met Lubach een aantal vragen uitgelicht. Zo luidt een van de vragen uit het examen als volgt. Hanna stofzuigt de kamer. De televisie in de kamer staat aan, maar niemand kijkt. Hanna wil minder elektriciteit gebruiken. Wat kan Hanna het beste doen? Ja, moeten ze inburgeren in Nederland of bij de mediamarkt? Wat is dit? Een vreemde en niet zo relevante vraag, maar het kan nog gekker, zoals deze vraag. Er is een baan vrij aan de kassa in de supermarkt. Lisa zegt tegen Ali, ik wil daar wel werken. Pieter, een jongen uit haar klas, wil dat ook. Lisa is bang dat ze de baan niet krijgt. Wie krijgt volgens Ali de baan? Je weet ik veel hoe Ali daarin staat. Ik ken die hele fucking Ali niet. En Ali gaat daar ook helemaal niet over. Dat is de filiaalmanager van die supermarkt natuurlijk. Dus ik moet nu inschatten hoe goed Ali kan inschatten welke inschatting die filiaalmanager maakt. Dus de nieuwe Nederlanders die zich moeten inburgeren lopen eerst al tegen het obstakel aan dat ze zelf de cursus moeten doen en het examen moeten regelen via websites die in de taal zijn geschreven die ze dus nog steeds niet beheersen. En vervolgens krijgen ze een examen met daarin onmogelijke vragen. En dat brengt ons op de vraag of het nog niet allemaal wat makkelijker gemaakt kan worden. Zou de overheid een meer begeleidende rol moeten gaan spelen bij het inburgeren? En voor welke onderwerpen vinden wij belangrijk dat ze worden aangekaart in het examen? Wij vragen het aan de Nijmegenaren op straat. Is dat reëel? Ik denk van niet. Ik denk dat die toetsen veel te moeilijk zijn voor die mensen. Hm. Dat ze die toetsen veel makkelijker moeten maken. En ook niet zo, moet zeggen, na die toets die zware sancties erop leggen. Nee, ik vind het helemaal niet eerlijk. Ze moeten het ook nog zelf betalen, geloof ik. Ja. Dus ik vind dat Nederland wel wat meer kan doen. Moeilijk, moeilijk. Ja. Zelf initiatief vind ik terecht. Ik bedoel, je kan iemand toch niet dwingen om stappen te zetten die eigenlijk niet wil. Het moet wel te doen zijn voor die mensen natuurlijk. Hè? Wat vind jij belangrijk dat mensen weten over Nederland, als ze hier naartoe Nederland komen? Dat Nederland gewoon één met elkaar moet zijn. En dat is, ja. Stel, er komt daarnet een nieuwe persoon hier. En wat moet hij weten van Nederland om een beetje in te kunnen burgeren? Dat is dagelijkse dingen, dat ze zichzelf helemaal kunnen redden. Dus niet allemaal de hele moeilijke woorden en zoiets, maar de dagelijkse dingen, de boodschappen. Als ze iets markeren, dat ze het heel duidelijk kunnen verwoorden. En ik denk ook vooral het verschil tussen mannen en vrouwen, hoe dat in de cultuur zeg maar daar is en hier is, dat dat wel belangrijk is. Ja. Over het Koningshuis misschien niet, en over de tradities hier in Nederland. En over het de werkzaamheden zijn in Nederland, de beroepen en dergelijke. Nou, ik vind het op zijn minst de taal natuurlijk heel belangrijk. Dat ze zich verstaanbaar kunnen maken en dat je echt contact met ze kunnen maken. Ja, er zijn natuurlijk 1000 vragen te bedenken die iemand zou moeten weten. Maar
Kijk, als iemand een beetje begrip heeft van hoe Nederland in elkaar zit, met zijn democratie en zijn rechtspraak en zijn scheiding van kerk en staat, dan zijn we al heel in, denk ik. Iets simpel in ieder geval. De basistaal, gewoon met mensen kunnen communiceren op straat overal. Maar that's it. Kijk, als je vluchten moet, dan heb je niet alles en ook niet iedereen kan het betalen. En dan vind ik dat Nederland best wat mag investeren. Dat is voor mij geen probleem. Ook de politiek, die moet daarvoor zorgen. Basta. Die moet er een betere examen gaan af. Precies, want de politiek is ons voorbeeld. Naast de vleesconsumptie, houdbaarheidsdata en het inburgeringsproces was er in de afgelopen week natuurlijk nog veel meer het nieuws. Kijk even mee naar een kort overzicht van lokale nieuws deze week. Maandag ontving een autobomlist in Beuningen een boete van maar liefst €230... omdat ze haar autoruiten niet goed had gekrapt. Een tip voor iedereen die met een bevroren raam wil gaan rijden, denk even aan je portemonnee. Na bijna 4 jaar van de werkzaamheden ging de Waalbrug bij Ewijk dinsdagavond weer open. Voorlopig zijn er 3 rijstroken in beide richtingen. In juni van dit jaar moeten de werkzaamheden geheel klaar zijn en gaat er in beide richtingen nog een 4e rijstrook open. Dinsdagochtend heeft de politie een grote verkeerscontrole gehouden op en nabij het Kelvingsbos, het plein voor Museum het Valkhof. Voertuigen werden gecontroleerd op technische mankementen en openstaande bekeuringen. Woensdag werd bekend dat Nijmegenaar Jan Roelofs volgend weekend zijn nieuwe Nijntje-boek zal presenteren. Hij heeft het boek Nijntje op de fiets vertaald in het Nijmeegs dialect en heet nu Nijntje gaat fietsen in het Nijmeegs. De Nijmeegse band De Hopschraube brengt volgende maand zijn debuutalbum uit. De plaat krijgt de naam Kepler 186f, vernoemd naar de eerst ontdekte planeet waar misschien menselijk leven mogelijk is. Bijzonder hieraan is dat ze de CD ook echt de ruimte willen schieten. En tot slot was er vrijdag helaas weer de laatste dag dat nog op natuurijs geschaatst kon worden. De dooi is inmiddels al flink ingezet en ook de komende tijd blijft de temperatuur boven het vriespunt. Here we go! Het laatste nieuws uit de regio, maar ook live naar N1 kijken en luisteren. Je ziet het op n1.nl. Tot zover deze aflevering van Wat zegt het volk. Volgende week zijn we natuurlijk weer, maar wil je ook in de tussentijd op de hoogte blijven? Dat kan. Dan ga je even naar onze Facebookpagina Bezoek Nijmegen. En voor het laatste nieuws kijk je natuurlijk op dagelijks website van n1.nl. Als afsluiting graag nog even je aandacht voor het volgende. You can tell by the way. Voor ons tv-programma Supergirl zijn we weer op zoek naar leuke vrijwilligersorganisaties in Nijmegen en omgeving, bij wie we te gast mogen zijn voor onze nieuwe uitzendingen. Wat gaan we nu doen? We gaan een meerkoet uitzetten die hier binnen is gekomen, gewond. In Supergirl zetten we een vrijwilligersorganisatie in het zonnetje die graag een handje wordt geholpen. Onze Supergirl helpt 1 dagje mee en laat zien hoe leuk het is om op vrijwillige basis een bijdrage te leveren op allerlei niveaus. We gaan opruimen. Ja. En dat doen we eigenlijk elke maand wel. Maar met NL Doet dan heb ik allemaal extra aandacht voor en krijg ik altijd veel meer mensen die meedoen. Ken jij een leuke organisatie die deels of geheel met vrijwilligers werkt en het verdient om een handje geholpen te worden door onze Supergirl? Tip dan onze redactie door ons een bericht te sturen via facebook.com/bezoeknijmegen. En wie weet komen we binnenkort bij jou langs. Nou, ik vond het echt heel erg leuk. Ja, ik vond het ook heel leuk dat jullie er waren. Heel grappige ochtend.